De taskforce voor de houtsector is op dinsdag 6 september 2022 geïnstalleerd op het kabinet van de president. Deze taskforce zal zich beijveren voor de ordening en transformatie binnen de houtsector. Daarnaast is het een nationale doelstelling om het maximale uit deze sector te halen. In de werkgroep zijn naast vertegenwoordigers van relevante ministeries ook personen vanuit de private sector opgenomen. Inderdaad, de taskforce is net geïnstalleerd waarbij mijn persoon gevraagd is om leiding te geven aan deze taskforce. De taskforce bestaat uit een aantal mensen, bijkans 20 mensen, waarbij vanuit alle relevante ministeries de vertegenwoordiging erin zijn. En natuurlijk ook vanuit het kabinet van de president en ook nog vanuit het kabinet van de vicepresident. Een veel omvattend taskforce met een hele grote taakstelling. De taakstelling natuurlijk om ons bos, om ons hout dat gewonnen wordt, om dat helemaal goed in kaart te brengen. En allemaal zaken die dus tot nu toe een beetje scheef gegaan zijn, om dat allemaal op het juiste spoor te zetten. Om het heel concreet uit te drukken, zaken waarbij wanneer mensen en groepen in de samenleving tot nu toe in een stukje illegaliteit aan houtkap gedaan hebben, dat we dan kijken hoe we dan deze mensen binnen de legaliteit brengen en ervoor zorgen dat we als land verantwoord omgaan met onze bossen. Ik heb in het kort ook mogen opvangen dat de taskforce zich ook zal buigen over de samenstelling van beleid voor de ordening van de sector en als het gaat om het verhogen van de verdiencapaciteiten van de sector. Wat kunt u daarover zeggen? Dat is inderdaad ook een van de taken die dus weggelegd is voor deze taskforce, waarbij we dan als opdracht meegekregen hebben om in 3 maanden tijd de regering van adviezen te voorzien wat deze zaken betreft. Hoe we dus uit de sector veel meer kunnen halen voor de staat, voor het land. En ook nog hoe we de sector kunnen ordenen, hoe we kunnen transformeren. Transformeren in die zin dat we dus een stukje rondhouden dat er op dit ogenblik allemaal aan exporten plaatsvinden, dat we dan proberen om dat successievelijk af te bouwen en dat we veel meer hier te landen gaan verzagen en dat we dan proberen eindproducten te exporteren en daardoor veel meer waarde toevoegen aan het eindproduct, waarbij dan grote inkomsten die dus uit de bosbouwsector gehaald zou kunnen worden, dat hier in het land blijft, maar niet vanwege het exporteren van rondhout, dat we dan minimaal aan inkomsten hebben als land. En dat de overige, laat me zeggen, extra waarde toevoegingen, dat door andere landen die dus rondhout importeren, gedaan en verdiend wordt. Zal de uitfasering van rondhout en het meer verwerken van houtproducten, eindproducten, ook een meerwaarde hebben voor werkers, de arbeiders, dus werkgelegenheid? Dat sowieso, als we dus meer hout hier lokaal gaan verwerken, dan gaan we dus daarbij arbeiders nodig hebben, dus we gaan arbeidsplaatsen creëren. Aan de andere kant worden er nu door de regering vakscholen neergezet, waarbij dan soortgelijke vakscholen gebruikt zullen worden, ingezet zullen worden, om dan vaktrainingen in de houtsector, ja, om het zo te zeggen, te verzorgen aan mensen die dus belangstelling daarvoor hebben. Dat mensen daardoor een goed betaalde job in de houtsector kunnen krijgen. En natuurlijk ook dat we als land veel meer kunnen exporteren. Ik zei het al, als we rondhout exporteren, dan hebben we nog niet als zodanig waarde toegevoegd aan het product. Maar als we eindproducten gaan exporteren, dan hebben we waarde toegevoegd. De veel meer mensen die dus daar aan arbeid gaan hebben binnen de sector, die gaan extra waarde toevoegen aan het product. En daardoor gaan we als land veel meer verdienen en als samenleving ook nog veel meer verdienen. De houtsector is in het verleden in zekere mate een beetje achteruit gegaan. We hebben betere tijden gekend, zeker met Bruinzeel toen. Maar als we kijken in de toekomst nu, de regering wil een boost geven aan die sector. Is ook gedacht aan het stimuleren van ondernemers om te gaan investeren weer in houtzagerijen, houtzaagmolens, drogerijen. Hoe kijkt de commissie daarnaar? We gaan dus als commissie allereerst een inventarisatie maken van wat er nu aan bestaande infrastructuur is. En op basis van wat er allemaal aan hout weggehaald wordt vanuit onze bossen, om het zo te zeggen, gaan we kijken of er dus meer capaciteit nodig is. En in dat geval gaan we kijken of er dus meer investering nodig is. Aan de andere kant gaan we dus analyses maken. De bestaande investeringen die er al zijn, is dat genoeg om het hout te kunnen verwerken? Moet er meer
arbeidsplaatsen alleen gecreëerd worden. Dus dat zijn allemaal zaken die we pas na onderzoek gedaan te hebben, kunnen aangeven van zo en zo zou het moeten zijn. Regering, dit zijn onze aanbevelingen. Wat ik ook wil meegeven, een van de hele belangrijke zaken die dus voor deze sector, voor deze taskforce is weggelegd, om ervoor te zorgen dat er veel meer hout beschikbaar is voor de Surinaamse markt, waarbij we dan zelfs gaan onderzoeken en kijken hoe met ons eigen hout, dat we dus bouwpakketten kunnen maken en dat we daardoor toch wel goedkopere woningen kunnen neerzetten hier voor de samenleving. Dat wanneer de samenleving nu voor een bepaald percentage in huurhuizen woont en dat wanneer ze over een eigen perceel beschikken, dat we kijken hoe we toch met de goedkopere woningen, dat we hun zover krijgen om dan om bij een bank een lening aan te gaan en goedkopere huizen voor zichzelf neer te zetten, zodat ze dan in de toekomst geen huur meer hoeven te betalen en niet meer in een huurhuis hoeven te wonen.